Jozef, ik uh, las en hoorde en zag dat jullie een heel goed trainingskamp hebben gedraaid in Spanje. Uiteraard tevreden, alleen maar tevreden berichten ook. En, uh, hoe zijn jullie voor morgen? De klaar voor of niet? Ik denk dat we er morgen klaar voor zijn. Uh, daarvoor hebben we het, uh, de steun van het publiek wel, wel nodig. Want ik denk dat wij uh, ook tegen een goede tegenstander spelen. AZ met, met wapens en... Wat gewoon een goede spelopvatting heeft. Zowel in het verdedigen als in het aanvallen. Dus we hebben de steun van het publiek absoluut nodig. Uh, want ze moeten wel het gevoel hebben dat ze hier uh, naartoe komen. Dat het, uh, uh, dat het lastig wordt hè, dat, we, dat ze tegen twaalf man spelen. Dus dat is, dat is één. En, en, en twee is, want we hebben op het trainingskamp dingen kunnen doen die we graag willen doen. Dus met andere woorden, dat wij fysiek hebben kunnen trainen. Geen blessures opgelopen? Uh, nee, nee, geen blessures opgelopen. Dus, dus wat dat betreft is dat natuurlijk een, uh, een plus. Maar daarentegen heb je ook meetings met elkaar uh, over uh, een stukje evaluatie, de doelstelling, de ambitie. Um, ook in de manier van voetballen kunnen we daar nog een bepaalde accent in, uh, ja, in, in plaatsen. En dat hebben we hebben uh, getracht te trainen, maar ook in wedstrijden te, te doen. Dus wat dat betreft een uh, heel geslaagd trainingskamp. Ja, fantastisch, ik hoor het ook alleen maar, dus uh, dat is alleen maar goed. Ben je eruit wie Sadilek morgen gaat vervangen? Uh, uh, we hebben straks nog een training. Uh, we hebben hier en daar nog wat, ja, wat vraagtekens. Uh, uh, mensen die ziek zijn of uh, wat dan ook. Uh, dus, Meestal is weer beter? Nou ja, die, die, die moet straks even kijken van hoe hoeft dat. Dus dat zijn dus nog de vraagtekens. Dus uh, ik ben, voor het grootste gedeelte ben ik eruit, maar het uh, hangt nog om uh, één of twee uh, posities. Als ik zeg de uh, vervanger begint met de letter E, wat zeg jij dan? Uh, ja, dan kan ik wel zeggen. De ja. achternaam dan, hè? Nee, nee maar dat, dat, dat kan wel zo zijn. Maar alleen, weet je, als ik dat, over het algemeen ben ik daar niet, doe ik daar niet zo ja. ingewikkeld over. Alleen ik kan dat nu nog niet, uh, niet zeggen. Van op het moment dat ik het wel zeg en morgen staat iemand anders, dan uh, heb ik jou uh, verkeerd geïnformeerd. Ja, dat zou jammer zijn, natuurlijk. Wat verwacht je van de wedstrijd morgen? Uh, wat verwacht je eigenlijk? Hoe komt AZ hier naartoe? We zijn concurrenten van elkaar, als je ziet de stand van de ranglijst. Maar ook als je ziet, beide teams doen weinig voor elkaar over. Ik denk dat we twee teams zien die ook een bepaalde ambitie hebben. En die ook een doelstelling hebben om voor Europees te gaan. Ja, is dit wel een hele belangrijke pot. En alleen, ik denk dat als ik zo'n zet zie met... Uh, met de namen wie ze hebben en ook de manier van voetballen. Denk ik dat wij uh, we moeten, uh, goed uh, geconcentreerd zijn, met name in het verdedigen. Maar ook met name aan de bal moeten we wel zorgen. Want ze kunnen gewoon ook uh, vanuit een 4v2 kunnen ze ons goed onder druk zetten. Dus we moeten wel uh, proberen uh, voor, de voor elkaar te krijgen dat wij in de opbouw rustig zijn. En dat wij in de opbouw naar het precies spel gaan. Ja, okay. En je verwacht ook dat Kazis gaat spelen als rechtsback? Ben je daarop ingesteld? Ja, want uh, uh, Iwara, die, die speelt uh, uh, niet, dus ik, we gaan ervan uit dat hij, uh, hij daar speelt. Ja, en een aanvallende back ook, dus uh, Flap kan in ieder geval zich erop voorbereiden dat hij medes moet maken. <laughs> je, noemt, je noemt de naam, maar uh, ik wil heel graag zeggen dat het zo is, maar dat kan ik nu nog met zekerheid niet zeggen. Maar ja, ze hebben natuurlijk aanvallende backs die zowel aan de buitenkant kunnen spelen als aan de binnenkant. Dus wat ik net al aangaf, uh, ze kunnen heel gevarieerd spelen en het is gewoon een goed aantal. Is voor jou morgen de maatstaf voor Twente, voor de komende uh, periode? Zeg maar dat je zegt waar staan we op dit moment naar aanleiding van de wedstrijd van morgen. Heb je daar een beeld bij of zeg je van? Is een wedstrijd apart, top drie, top vier waar je tegen speelt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel ook, ook benieuwd van waar we staan. Dat heeft te maken natuurlijk met een bepaalde herstart van de competitie. We hebben natuurlijk door de feestdagen een paar weken niet zoveel gedaan. Vervolgens hebben we in een kort tijdbestek van twee weken... moeten we ons voorbereiden op een best wel een zwaar programma in, in de maand januari. Alleen, om helemaal het af te pellen naar de wedstrijd van morgen... Ja, ben ik wel heel erg benieuwd hoe we erop staan. En, kan Ik je niet nu zeggen van waar we staan, uh, uh, ik wil wel aan de voorkant zeggen uh, dat ik er wel een heel goed gevoel aan over uh, of wat ik een heel goed gevoel heb over hetgeen van waar we staan. Ja, ja oké, okay. want AZ heeft een matige maand gehad in december, dus wat mij betreft, als misschien niet uh, de, de de professional in dit, toch wel dat AZ uh, te pakken is morgen aan qua gevoel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben vorige week tegen Dortmund uh, uh, met name die zelf hebben ze prima gespeeld, uh, dus dus. Ja, ik het ben het met je eens. Hè. De maand december was, niet, uh, was niet, uh, niet heel erg goed van hun. Alleen, dat weet je maar nooit. Hè. Uiteindelijk, soms kan dat ook een boost geven... Naar, uh, op het moment dat je dat meeneemt in de voorbereiding naar het tweede seizoen zelf. Dus uh, het is een herstart en uh, ik ben heel erg benieuwd, maar ik heb er wel een goed gevoel. Uh, Oké, okay, gaan er nog dingen gebeuren voor 1 februari, denk je? Nou vallen er op zich nieuwe spelers erbij of vertrekken misschien wel? Nee, ik ga er persoonlijk uit van niet. Um, wat ik ook al aan heb gegeven. Of er moet al uh, echt een topspeler voorbij komen. Uh, wie we, ja, waarvan iedereen denkt: van, hey, dat is een absolute key player. die gaat ons verder helpen. Maar daar ga ik niet van uit. Nee, okay. En dan het mooiste nieuws misschien wel. Iedereen staat hier lyrisch. Uh, die ik spreek in Twente op de bank als het over Jozef Oosting gaat. Ga je nog verlengen binnenkort? <laughs> nou, ik heb al. Uh, ik, ik heb natuurlijk nog een. Uh, een doorlopend contract. Maar uh, ik, ik, zou wel, ik zou wel graag mee willen groeien met, met, met de club. En, maar goed, aan de andere kant, ik ben hier nog maar net. En, uh, maar ik, ik heb het wel enorm naar mijn zin. Ja, dat zie je ook in alles. Maar in ieder geval uh, heel veel succes morgen. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dank je wel.